Breda Nu. Je weet het meteen. Nieuwjaarsreceptie in de grote kerk van Breda. De burgemeester staat klaar om de nieuwjaarswensen in ontvangst te nemen. Wij van Breda Nu zijn erbij, dus ik ga ook maar naar binnen. Burgemeester, namens Breda Nu de beste wensen natuurlijk voor 2016. Dank u. Ja, een volle grote kerk, maar voor de Bredanaars die er niet bij zijn, wat wensen jullie op dit moment toe? Allereerst natuurlijk een heel goed en gezond 2016, want dat is denk ik ook wat voor mensen het belangrijkste is. En ik hoop dat 2016 dat voor heel veel mensen de verwachtingen die ze hebben, of het gaat over hun kinderen, of het gaat over hun eigen gezondheid, of het gaat over hun ouders, dat die waar worden gemaakt. En dat men ook het gevoel heeft, we wonen in een prettige stad, waar we met elkaar leven en niet tegenover elkaar staan. En ik hoop dat heel veel mensen dat ervaren, want dat maakt Breda zo'n fijne stad. Marlies Rees, directeur van de VVV Breda. Ja, terugkijkend op 2015, is voor toeristisch Breda een goed jaar geweest? Een minder jaar. En dat heeft gewoon wat oorzaken. Het station, ik zeg altijd dat NAC een grote oorzaak is. He, want we zitten niet meer in de Eredivisie, dus we komen niet meer iedere week op tv. He, het station en NAC, daardoor zitten we eigenlijk in een dipje. Maar dat is volgend jaar opgelost. Ja, dit jaar dus al, hè? Ja, dit jaar. Ja, inderdaad. Ja, 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 dit jaar. Ja. Want we krijgen dus een nieuwe station. Dat gaat in de loop van de zomer gaat dat open. Nou ja, NAC zal toch ook weer wel naar de eerste divisie gaan? Tuurlijk, tuurlijk. Dat Eredivisie, moet ik zeggen. Eredivisie. Eredivisie. En dan in de middenmoot moeten wij altijd zitten, hè? Ja. Het glazen huis naar Breda. Nou, dat kan niet beter komen. En het station open. En daarna het glazen huis. Waardoor je zoveel extra publiciteit krijgt. En dan weet iedereen weer dat ons station open is en dat we een nieuw station hebben. Dus het glazen huis kon niet op een beter moment komen. Peter van der Velde, ja, oud-burgemeester van Breda. Zo mag ik het nu zeggen. Ja, 2015 was dan eigenlijk het eerste jaar niet meer als burgemeester zijnde. Hoe is u dat bevallen? Dat is op zich wel goed bevallen, maar wel een enorme verandering. Een verandering omdat daarvoor was je altijd 7 dagen voelde je betrokken bij de stad en haar inwoners. Dat heb ik nog wel, maar vanuit nu een hele andere rol. En dat is wel een jaar van verandering geweest. Maar ook wel goed om dat mee te mogen maken. Wethouder Alfred Arbouw, ik denk goed terugkijkend op 2015 voor uzelf. Ja, voor mezelf zeker, omdat ik gevraagd ben om formateur te zijn van het nieuwe college van de zomer. En als het dan lukt met die partijen om ook een nieuw bestuursakkoord te maken, waardoor iedereen gelijk hard aan de slag kan na de zomervakantie, terwijl net voor de zomervakantie de crisis is ontstaan, ja, daar ben ik er wel tevreden over. Staat Breda in 2016 voor een grote uitdaging? Veel. Want die decentralisaties, dat is nog helemaal niet helemaal voldoende geland. Hè? Dus het is nog best wel even spannend hoe dat allemaal verder gaat lopen. Het zijn grote thema's, het gaat over veel geld. Maar er zijn natuurlijk ook op de ontwikkeling van de stad zijn er heel veel onderwerpen die in 2016 op de agenda staan. Het station natuurlijk wat open gaat. De HSL-trein die naar Antwerpen gaat rijden aan het eind van het jaar. Dat gebied moet zich verder ontwikkelen. De nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis gaat aan de slag. En zo zijn er talloze andere voorbeelden. Dus er moet hard gewerkt worden. Ja, de oud-burgemeester van Breda, Chris Rutte, voorzitter geweest van de Kamer van Koophandel. Als u nu weer terugkijkt op 2015, een beetje een goed jaar geweest? Vind ik niet. Ik vind het een moeilijk en eigenlijk ook geen heel plezierig jaar geweest. Niet zozeer persoonlijk, privé, dat is allemaal wel prima gegaan. Maar eigenlijk de wereld, Europa, daar heb ik toch heel veel zorgen meer gehad het afgelopen jaar dan de jaren daarvoor. En wat Breda betreft, we hebben hier een coalitie gehad die sneuvelde op eigenlijk een flirtonderwerp vergeleken bij de grote problemen die de stad eigenlijk heeft. Ik vind dat jammer dat dat gebeurd is. Niet zozeer omdat dan weer andere partijen aan het roer kwamen, maar eigenlijk is dat niet zo goed voor een stad. Het heeft ook de politiek wat beschadigd, denk ik. Van de andere kant zijn er natuurlijk ook wel hoogtepunten geweest. Een nieuwe burgemeester. Ik denk dat dat wel een aardig punt is geweest voor deze stad.